Goedendag, het is vandaag zondag 21 november 2021. Wij zijn in het pitstal op de Pitstalen Gletscher, waar wij deze ochtend en een gedeelte van de middag nog een mooi rondje met jullie gaan maken. En als je hier op de Pitstalen Gletscher bent, dan ontkom je er niet aan om hier ook het platform te bezoeken. Kijk, daar hebben jullie Das Café. Wij hebben zelf ook nog een klein stempeltje achtergelaten. En dat betekent dat wij ook hier aanwezig waren. Nou, wij gaan weer naar beneden en wij gaan een heel mooi rondje skiën. De eerste mooie afdaling vanaf het topje van de wielspeedbaan hebben we weer achter de rug. En het is echt fantastisch. We zijn hier uiteraard op de Pitstalen Gletscher. De afgelopen dagen waren wij in Zulde, dat ligt echt heel vlakbij. Probeer ik het even voor jullie in te zoomen. Dat ligt daar boven, daar heb je ook een uitzichtplatform. Daar zijn we gisteren ook live vanaf gegaan. Wellicht kunnen jullie dat nog een keertje terugzien. Maar er zijn in principe nog maar 2 liften nodig om dit gebied met het andere gebied aan te sluiten. Maar, gesprekken lopen al meer dan 10 jaar, maar dat wordt nog wel eens een keer vervolgd. We staan hier bij 2 liften, de Gletscherzeebaan, die brengt je weer terug naar het beginpunt, ook naar een restaurant. Met de Mittelbergbaan kun je omhoog en ook heb je hier echt een schitterende afdaling. Nou, we zijn op de terugweg naar de Gletscher Express. En wat jullie hier boven zien, boven dat gebouw, dan zien jullie dus allemaal zonnepanelen. En wij hebben daar eerder wel eens een stukje over geschreven. En als het goed is, misschien is het nu meer, maar destijds was het zo dat de energie die hier nodig was, die wordt voor 1/3 opgewekt door die zonnepanelen die jullie daar boven zien. Dit was het vandaag dan weer vanaf de Pitstalen Gletscher, waar wij weer alle pistes hebben aangedaan. En die liggen er hier, zoals altijd, geweldig bij. Niet druk, het leek druk op de parkeerplaats, maar het gebied is zo groot, dat waait vanzelf allemaal uit. En je schiet er absoluut niet in de weg. En het hoogtepunt is toch wel ook voor wandelaars, zeg maar het topje daar op 3440 meter, met een geweldig, zeg maar, platform waar je zo'n beetje alle 3000ers kan zien. Je kijkt tot Italië, je kijkt tot Duitsland. Nou, en daarmee wil ik afsluiten. En wanneer wij hier weer zijn,
Dat weten we niet, maar we hopen zo snel mogelijk. De groeten.